In Even Binnenkijken Bij gaat Anton Griep op bezoek bij antiquariaat opa Bram. Welkom bij een nieuwe editie van Mag ik even binnenkijken bij? En we gaan deze keer binnenkijken bij een boekwinkel. Nou ja, zo wordt het dan genoemd. Of het dan echt zo is, ik heb geen idee. Ik ga het nu aan Gert vragen, tenminste als hij ons binnenlaat. Hè. Ik denk het niet. Ah, goeiedag. Toch wel. Goeiedag. Hi, Anton, RTV Blauwe Stad. Ja, goeiedag. Is dit opa Bram of is het nou Gert? Dit is antiquariaat opa Bram en ik ben Gert. Wat voor ding? Antiquariaat. Antiquariaat. Kom, we gaan naar binnen. Gert, wat is het nou eigenlijk? Is het een winkel? Is het een... Hoe zit het? Ik snap er niks meer van. Het is een verzendbedrijfje, een verzendantiquariaat. En dan in boeken? Ja, en ook in wat curiosa. Ik wil ook nog wel eens poppetjes op stripgebied of schilderijen, zeefdrukjes. Die dingen verkopen, net waar ik tegenaan loop, vind ik leuk. Want hoe zit het dan? Er staat opa Bram op jouw busje. Je heet Gert. Moeilijk. Ja, ik heet Gert, maar als je een bedrijfje begint en je laat je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dan moet je een naam bedenken. En waarom dan opa Bram? Mijn vader schreef verhalen met als hoofdfiguur opa Bram. Die terugkeek op zijn leven en ja, van alles in het heden ook meemaakte. En ik vond dat een hele mooie naam en ik heb gevraagd of ik die mocht gebruiken en dat mocht. Dus dat is het verhaal achter opa Bram. Vooral boeken hier, hè? Ja, zeker heel veel. Ja. Jij zegt zoveel boeken hier, hè? 25.000, maar waar zijn ze dan eigenlijk? Allemaal boven. Wat ze zeggen? Echt waar? Hierboven? Boven je hoofd. Als er kraken moet je maken dat je wegkomt. Hoor je dat, cameraman? Ik hoor het. Ja, maar hoeveel boeken heb je nou? Ik heb op internet 25.000 titels staan. 25.000? Alleen, dat zijn bij elkaar een 30.000 boeken en tijdschriften, want sommige heb ik 1 keer, 5 keer, 10 keer, 500 keer. Zo, vijf, heb je ook één titel 500 keer? Ja. Serieus? Ja, die staat hier. Waarom 500 keer, joh? Nou, ik liep tegen zo'n partij aan van 500 van die boekjes. Ja, oké, okay, maar... En dan zie ik de handel in en ik maak er een aanbieding van en ik zet ze op internet voor 1 euro per stuk, aanbieding. De dief en wat doet dat? Het is een spannende titel. Nou, het is een soort kinderboek en voor mensen die analfabeet zijn geweest en leren lezen. Het is heel simpel geschreven. Het is door de vrouw van Jan Terlouw. Sanne. Ja. Doe jij nou ook aan voorlezen en zo, dat soort dingen? Nee, helemaal niet. Nee, je kunt niet heel mooi nu op toon. Nee. Nou, ik wil eigenlijk nu ook even een stukje citaat hebben, dus ik zeg muziek. Ik dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen, vluchten door vuur en waterplassen. Maar doodslaan deed ik niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Ja, verder weet ik het niet. Het is van Elschot. Elschot, wie kent hem niet? Dat kan die ook, hè? Niet alleen filmen. Hey, nou staan we hier tussen die 40.000 boeken. Ja. Nou ja, daar in die andere kamer ligt er nog meer. Ja. Hoe, als iemand nou zegt van ik wil dat boek hebben, hoe vind je dat nou in grote naam? Nou, je ziet dat hier overal nummers op staan. 85, 86. 80. En verschillende kasten en ja, alles heeft een aanduiding, zeg maar. En op het moment dat het besteld wordt, dan wordt erbij vermeld waar ik het opgeslagen heb. Oké, okay, daar heb je een systeempje voor in de computer. Ja. En is het nou ook nummer 85? Zijn allemaal... kapiteinsboeken of alles zo? Alles zit door elkaar. Daarom, het is ook gewoon een soort verzendbedrijf, een magazijn. En mensen kunnen dus ook niet hier komen neuzen, want dan gooien ze het van de ene kant naar de andere kant. En dan ben ik mijn hele systeem is weg dan. Hey, en wat is nou jouw beste ruil? Wat is nou jouw waarvan je echt zegt, nou, daar ben ik trots op dat ik dat voor elkaar gekregen heb? Goeie vraag. Dat is een hele goede vraag. Nee. Wat ik het leukste vind, is dat, dat ik ooit een gedichtenbundeltje heb verkocht van Sal van Messel. Die? Dat is de vader van Ischa Meijer. Ischa Meijer, dat was een hele bekende interviewer. Oké. Okay. En schrijver. En zijn... Is dat van voor mijn tijd of maak ik me nu helemaal belachelijk? Nee, je maakt je niet belachelijk. Maar Eppo Bodde, die is jou wel bekend... Yeah. Die heeft dat boekje bij mij gekocht.
En heeft aan de hand van die gedichten, heeft hij een ode gemaakt aan Sal van Messel. En ik geloof dat ze opgetreden hebben in de Klinker. Ja, want maar, die man die kan heel goed, heel mooi zingen. De Noren, die kan prachtig zingen, ja. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk, dat er zulke dingen... Kijk, ik moet ervan leven. Dus ik moet ook gewoon Pinkeltje, Suske en Wiske en Chameleon en Baantje en Konzalik en de Streekromans. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar juist die bijzondere dingen. En als mensen dan dat bij mij scoren, zeg maar. Hè? En als ze in de buurt wonen, dan kunnen ze het altijd opkomen halen. Maar als er dan vervolgens zoiets leuks mee gebeurt. Ja, dat vind ik echt genieten. Dat vind ik leuker dan wanneer ik 100 euro aan een boek verdien, zeg maar. Wil je nou ook een keer dat we bij jou komen binnenkijken, moet je even een e-mailtje sturen naar info@rtvblauwestad.nl. Dat is een hele mooie e-mailadres, komt nu ook hier in beeld. En wie weet, staan we binnenkort bij jou op de stoep. Zou leuk zijn.